pijn in mijn benen. 20 hanekjes. Wat kan je nog gebeuren? Dat was niet de bedoeling. Ik heb geskiet vroeger, dus... Ja. Wat? Ik zit pas op 2. Dit is even wat anders dan wat ik normaal doe. Weer gaan op pas. Ik denk daar ook van. Ja. Wow. Oh. Lekker schat. Ah. Shen is er klaar voor, ik niet. Ja? Ben je wakker? Ja, ben je wakker? Nou, we zijn vandaag bij TREE11, omdat OWN samenwerkt met deze hele mooie gym. Dus toen dachten ze, nou het is wel leuk om Channah en Quentin eventjes te trainen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Alright, wat we gaan doen. Het is hier niet heel warm, dus ik ga even zorgen dat jullie warm worden. Vandaag eigenlijk functional fitness doen met oefeningen die je eigenlijk tegenkomt in het dagelijks leven. Ik ga hem dadelijk gewoon op weerstandje 5 zetten. Nou, jij gaat dadelijk gewoon 30 seconden beginnen. Na 30 seconden stap je eraf, ga jij 30 seconden. Nou, dat doen we in totaal 8 keer. Nou, word je lekker warm van. 8 keer? Ja, 8 keer 30 seconden. Ben je lekker warm. Vandaag moet ik aan de slag ook. Dat was niet de bedoeling. De handvat, ik zeg met het lange gedeelte naar achter. En eigenlijk wat je doet, je gaat jezelf lang maken en je trekt rustig naar beneden. Dit bovenin zie je de tijd lopen. Na 30 seconden stap je eraf. Ja? Here we go. Begin. Oh, ik wens mezelf ook echt veel sterkte. Ik heb geskiet vroeger dus. 30 seconden, nou ja, dat mag sneller. Dit is even wat anders dan wat ik normaal doe. Maar een klein beetje binnen. Ja, that's it. Bijna mijn benen. Ik echt afwisselen steeds. Ja. Goed beter denk ik, hè? Ja. Weet op de rug en met een glimlach hier de deur uitlopen. Hij was begonnen. Ja, het lijkt net alsof je op de piste staat. Jammer dat het niet aan het einde skiën was. Ik moest gewoon door. Alright, wat we dadelijk gaan doen. We gaan dadelijk 2 krachtoefeningen gaan we combineren met 1 uithoudingsvermogenoefening. Dat gaan we wegzetten in een EMOM. EMOM wil niks anders zeggen als every minute on the minute. Dus dat betekent eigenlijk dat we 12 minuten hebben gewerkt, 3 oefeningen elke minuut laten passeren en dat voor 4 rondes door laten gaan. We gaan eerst even de techniek doornemen van de 2 krachtoefeningen. Voor jou zou het gesneden koek zijn, want het is deadlift en het is back squat. Dus het ligt wel een beetje in je wheelhouse dan. Ja, ja. Ja, precies. Voor jou, klinkt dat bekend? Deadlift, back squat? Nee. Allemaal nieuwe apparaten, allemaal nieuwe oefeningen waar ik nog nooit van had gehoord. Dus dat vond ik wel superleuk. Ja, belangrijk vind ik dat eigenlijk de positie van je rug ten alle tijde recht is. Okay. Ja, het enige dat er verandert is straks de hoek in mijn heup en de hoek in mijn knie. Ja, dus ik doe mijn billen naar achteren en naar beneden. Ja, tot halverwege mijn schenen en dan kom ik staan. Okay. Volg ik je wagen? Ja. Juist, klasse. Juist. En we gaan staan. Klasse. Nog 32. Grapje, grapje. Deze oefening. Easy, tot zover? Ja, wel heftig. Ja, ja, tuurlijk heftig. Ja. Ga weer zitten en ik kom staan. Zitten en ik kom staan. Eigenlijk hetzelfde. Het enige dat er verandert is dat je een stang op het topje van mijn schouder. Ja. Ja? Nou ga je 3 herhalingen doen, dan ga je niet echt zitten, maar ga je alleen toucheren. Dus als je hem voelt, spanning houden en staan. Klasse. Voelt de diepte goed of denk je van, ja. Mag voor mij dieper? Nee? Nee? Ik voel het helemaal in mijn benen. Dus het is wel heel erg goed uitgelegd, want je begrijpt het gewoon meteen. Dat is wel lekker. Nou, ik zet dadelijk, de klok zet ik aan. Belangrijk is, op het moment dat ik zet wissel, ga je door naar de volgende oefening. Dus vanaf fietsen gaan we naar deadliften, vanaf deadliften gaan we naar squatten. Ja, in 3 minuten heb je alles 1 keer gedaan, doen we in totaal 4 rondjes. Ja. Wat? 4 rondjes. Ja? is wel gewoon zwaar. Achteraf, echt leuk. Weer geen oppas. Gelukkig kwam Cas en die hield tijdje even bezig, dus dat is top. Lekker strak, kom maar! Schouders bij elkaar, tassen. Probeer niet te doen op je eigen tempo, niet te veel naar hem kijken. Okay. Ja. Een uitdaging daar ook van. 3, 2, 1, ja. We halen wel mooi de squats. Niks. Doe je me aan, Cas. Leuk, vriendelijk. Alsof je spieren langzaam vergaan. Je voelt ze helemaal tintelen. Nu hebben we deadlifts gedaan, squats, fiets. Dat vond ik wel echt superleuk. Dacht ik, nee, dit is wel, het gaat me nog wel goed af. Ging goed? Ja, toch? Ja. Slokje drinken? Ja. Ja? Ga ik dadelijk even, nou, pak eerst even een slokje drinken en gaan we dadelijk uitleggen wat we dadelijk gaan doen. Ik heb er zo lang mogelijk ook over gedaan. Ja, dat merk ik. Wat voor jou. Wat is dit nou? Dit heeft hij nooit. Hij is denk ik echt moe. En hij wil de nacht doorgeslapen. Dankie, gaan we burpees doen? Zo, hij ziet er ook. Daddy's daycare wordt het. Dankie, die had honger, moe, weet ik veel wat allemaal. Ik ren weg van Jax en dan krijg ik de volgende. Ben ik eindelijk even van de kids af. Niet 1, maar 2. Niet 1, maar 2. Nou, misschien wil hij wel 3 keer in de week oppassen. Kunnen wij lekker sporten. Kijk, een ideaal situatie. Ja, maak squat, kom naar boven, gooi hem tegenaan, kom terug. Ja? Niet mee, niet mee. Alleen voor jouw squat, ik wil niet dat je zeg maar de controle verliest om. Oh, ja, ja. Je hebt natuurlijk, ja. Je natuurlijk net bevallen wat ik wilde te doen, is dat je eigenlijk net zo gecontroleerd. Als dat we dat net met die squats hebben gedaan, ja. Dat jij gewoon bepaalt wat er met die bal gebeurt. Oké, je gaat gewoon een squat maken straks. Je komt staan en dan gooi je die bal. Tegen die. Ja. Ja? Wat doe je? Ja. Allee, ik ga kijken of ik 4 kilo bal heb. Jezus, ik ben ook zo'n lomperik eigenlijk. Nee, weet ik nooit je doen. Nee, ik doe echt maar wat. De bal ziet er echt licht uit, maar dat is niet wat het lijkt. En kijk, als je hem zo tilt wel, maar ja, om te gooien... Okay, 4 kilo. Die is van jou, dank je. Oh, jij toch wel iets sterker, ja. Beter? Kijk, je hoeft niet helemaal boven je hoofd. Je moet je zo gooien. Uiteindelijk komt hij hier vandaan. Ja. Boom, dan gooi ik. Juist. Klasse, zitten. Boom, tegen de muur gooien. Komt hij terug. Juist, that's it. En nu vang je hem zo. Dus dan merk je dat je eigenlijk naar beneden gaat. Yeah. Eigenlijk als ik hem wil vangen, komt hij terug. Boom. Hier ben ik sterk. Als ik zo vang, ja, dan gaat hij. Okay. Dan slaat hij naar beneden. Juist. Merk je verschil aan? Ja. Gaan we beginnen? Oh. Zal ik eerst even die andere oefening aanleggen? Ja. Als ze met iemand anders erbij traint, dus een andere trainer, wordt ze denk ik, neemt ze ook wat serieuzer. Want ik ben toch wel ja, haar vriend. Het is hoe meer ik naar voren loop, hoe zwaarder het wordt. Ja? Hoe meer ik recht overeind sta, hoe lichter het wordt. Ja? Het is eigenlijk gewoon een pull-up. Ja? Je ziet dat de rug van mijn hand naar achter is. Op het moment dat ik de pull maak, gaat de rug van mijn hand naar buiten. Ja? 20 herhalingen. Jeetje. Als dit klaar is, is het klaar. Ja. Ja? Varen over die oefeningen. Nee, laten we maar beginnen. Ja, laten we maar beginnen. Dus nou, moet de klok nog starten? Hoe lang is rust? Ja. 1 minuut weer tussen alles. Rust? Ja, tussen... Geen rust. Klein beetje zeuren in het begin, maar je zag eigenlijk na de warming-up, toen was het eruit en stond ze er eigenlijk open-minded in. 3, 2, 1, here we go. Yes, let op je handen. Ja, dat is vlak. Dat is vlak. Ja. Ja. Ik ben klaar. Jij bepaalt het. Met die relatie is het. Precies. Ja. Lekker joh. Ja. En je mag inderdaad effort uit je heupen halen. Ja. Zo. Nou, gaan we weer hoor. Rondje voor 15. Komt ie. Ja? Precies. Ik ben ook al gehelpt. Stokje water. Dus ja, dat was wel even pittig. Daar moest ik wel even doorheen bijten. Ze doen hun best. Kom op, nog even. Kom op, nog 10, nog 9. Hoppa, hoppa. Gaat goed. Ja, klasse. Dat is het. Hoppa. Ik heb niet meer geteld. Links en rechts nog eentje. Pasta. Kom Quint. Loop iemand voor op je. Ik heb uiteindelijk Quint ingehaald. Wie had dat gedacht? 20 halentjes. Wat kan je nog gebeuren? Helemaal niks. Kijk wat je al gedaan hebt. Spontaan gaat mijn afspraak om terug. Mensen pakken boven 2-3 seconden rust. Pasta. Laatste. Lekker jongen. Ah! Jee! Goed zo papa. Laat jongen. Heel. Heel. Dat zei ik niet. Ga stoppen bij een kast. Dit kan niet hard werken. Misschien toch iets meer karakter als dat ze van tevoren dacht dat ze had. En Quint misschien iets meer medelijden met zichzelf als dat hij in het begin van de training dacht. En dat is een beetje hoe het kan gaan in CrossFit. Het is wel goed voor mij. Leuk. Zo zou ik het niet noemen. Kijk je ook trainen net als papa? Nee. Dat zou ik ook niet doen, jongen. Nu ben ik toch blij dat ik het heb gedaan. Dus dat is wel positief. Zeg maar, ik kom hier, maar ik durf gewoon toe te geven. Het is een beetje, zeg maar, een klein beetje haantjesgedrag. Je wilt toch laten zien, maar ja, dan val je door de mand. Ik ben kapot. Ik dacht, ik doe dit wel even. Ik laat even deze mannen zien hoe het moet. Het was andersom. Ja. Dus dat heb ik een beetje onderschat. Ben ik een beetje, denk ik, te enthousiast. En nou, laten we het niet alleen daarop houden. Ik denk ook gewoon dat mijn conditie moet gewoon wat beter. Ja, ze zijn klaar. Ze hebben het verdiend voor vandaag. Of moet ik nog wat met ze doen? Ja, ja, ik was wel als laatste geëindigd. Maar ik tilde meer gewicht in. Ja, dan moest je toch nog even bij zeggen. Ik ben kapot. Maar ik zou hier wel willen trainen. Hard per week. Gewoon zonder jullie. Ik dacht het is misschien wel handig als ik misschien 3 keer per week ga. Uiteindelijk is CrossFit het naam, maar uiteindelijk is het gewoon functioneel trainen. Ja. Met oefeningen waar je wat aan hebt in het dagelijks leven. Dat je in het dagelijks leven fitter wordt. Dat je, yeah. Ja. Ja, misschien is dit wel leuker voor mij. Maar wel echt met iemand, want anders dan zou ik het niet redden. Ik zou dat 2 keer al... Gaan we samen 1 keer in de 2 weken? Dat is wel oppassen. Ik vind het ook wel leuk om hier aan te werken. Echt? Tuurlijk. Heb je gezien hoe ik erbij loop? Als ik dat ga doen, dan moet ik wel nu meteen beslissen, want anders ga ik natuurlijk nooit meer. Ze zien me sowieso wel denk ik weer terug, maar wanneer dat is, dan moet ik wel een hele goede bui zijn. Dan zien ze mij hier terug en misschien samen met Shen, zou ik wel leuk vinden. Nee, ik geloof nog niks.